Hoe is de opkomst tot nu toe? We hebben 272 mensen binnengekregen. Ja, stemmers. Wij hebben normaal gesproken 372? Ja. Oh, toch, je zit 372. Dus dat is 100 meer dan dat ik net zei. De opkomst is minder als de vorige keer. Een redelijke opkomst, niet veel, ook niet weinig. Het, is, ja, het druppelt binnen af en toe. Het is vrij rustig vandaag. Het valt eigenlijk een beetje tegen, ja. Tot op heden, ja. Hoe is de opkomst? Nou, dus verbluffend. Nee, zonder meer. Nee, het gaat echt heel goed. Ja, we hebben nu even... 560. 560 en we verwachten er 1389. Net de stem uitgebracht. Ja. Voor u misschien ook een beetje een memorabele dag, als u een beetje terugkijkt, of niet? Woudrichem is dus niet meer Woudrichem. Het is dus nu Altena. Daar moeten we eens aan wennen. Maar sociaaldemocraten zijn het overal. Hè? Dus het maakt mij niet zoveel uit wat er nou welke gemeente wordt, als het maar sociaal goed verantwoord is. En als die samenwerking ook maar meer betekent als het een beetje optellen van mensen. Hè? Dat vind ik dus van belang. En daar ben ik nu niet helemaal zeker van hoor. Want tot nu toe is niet gebleken dat een samenvoeging van een aantal gemeentes meer waarde oplevert aan degene die daar nu eenmaal wonen en werken. Een van de kleinere kernen, de Oudendijk. Hoe is de opkomst hier vandaag? Redelijk. Ik zit voor de eerste keer hier in Oudendijk, dus ik weet niet wat de normale hoeveelheid mensen komen. Maar we zitten nu toch al... Over de 100 heen, dus het ziet er aardig op. Hoeveel stemmen zijn er al binnen hier? Oh, dan kijk ik gelijk eventjes naar rechts. Volgens mij rond de 420 of zo. 420 stemmen. En het is ook wel leuk om te zien dat ook vanuit de gemeente Woudrichem mensen hier komen. Dus eigenlijk overal vandaan. Helemaal niet specifiek uit de omgeving van Maaswaarden, maar ook uit de hele wijk en Aalburg en Woudrichem. Dus het gaat tot nu toe heel goed.